Zo. 159. 159, 401 motorrijder, zwarte, zwarte Audi A8, 159 gekocht. Is in vordering, hè? Is hier 100? Ja, in vordering is 100 gebieden. Motorrijder heeft zicht op voertuig. Let maar naar de controleplaats. Zullen wij deze meteen ook doen? Ja, ik kan ook de rest hebben pakken, joh. Plat 59 was het, hè? Ja. Hoi. Goedemiddag. Wij doen deze wel even, hebben gemeten, dus... Oké, is goed. Ja, toppie. Goedendag meneer. Hoi. Goedendag meneer, Wim, politie. Zeg, reden van de staande houding, is het te hard rijden? Dat, ik zou dus graag even een rij- en kentekenbewijs willen zien. Ik zal ze even pakken. Alvast een mobiele telefoon erbij. Ja. Ik heb een vrachtwagen. Kijk, jongen. Ja, dankjewel. Ik geef ze even aan mijn collega, hoor. Kijk eens alsjeblieft. Rijbewijs. Ga ze even controleren. Ja, meneer, we hebben nog een meting gedaan. Die kwam echter uit op 159 in het 100 gebied. Een overschrijding van 59 km per uur te hard. Dan gaan de correctie af van 5. Ik denk dat er 54 overblijft. Dat betekent wel dat u de rijbewijs bij deze is ingevorderd. Moet je ervan zeggen, hè? Ja. Goed, er komt nog een bekeuring bij. Boetebedrag kunnen wij nog niet bepalen. Het gaat via de officier van justitie. Ik zeg heel vast, u hoeft niet te vragen of niet te antwoorden op de vragen die we stellen, maar wilde u een verklaring afleggen? Nou, volgens mij weet ik niet 159, maar... Ik kan het laten zien in de auto, we hebben een meting gedaan, als u wilt. Dat hoeft niet, hoor. Het zijn geëikte kilometers. Nee? Oké. Okay. Nou ja. Wat zal mijn collega dan noteren? Geen verklaring? Doe maar onzin. Onzin, dus u vond dat u niet te hard had gereden. Dan schrijven we dat op. Op de achterkant van de bekeuring staat sowieso hoe u in bezwaar kunt gaan. U kunt ook proberen het rijbewijs eerder terug te krijgen, maar dat gaat allemaal via de rechter. Is goed, joh. Ook wil ik even kijken naar de ramen, want die vind ik wel erg getint. Ik denk dat het donker is. Ja, dat zijn ze. Dat zijn ze, oké. Goed. Ik zou even een metertje pakken. Is goed. Die gaan we zo meteen nog even meten. Het gaat vooral om voor, achter mag. Maar goed... voor de rest, dat betekent wel dat u op dit moment geen meter meer mag rijden. Dus dan moet u wel iemand laten komen om of auto en u op te halen of in ieder geval u zelf op te halen. Ik loop wel hier de berg op of zo en dan haalt iemand anders de auto op. Oké, dan zetten we de auto dadelijk daarachter. Ja, die mag je zelf wel parkeren. Ja, is goed. Als de auto staat hier in ieder geval, u kunt worden opgehaald op deze locatie. Nee, ik loop wel een stukje die kant op en dan... Goed, dan zetten wij zo meteen de auto naar neer. Dan gaan mijn collega nu even de ramen meten. Kijk, hier heb je sleutels, ik weet niet of je die nodig hebt. Ja, dankjewel. Ik ga nog één ding doen. Aangaf, dan is het te donker. Ja, oké. Okay. We gaan nog even zo meteen... Dat kan ik zo afhalen, dus... Nou, dan haal die er maar af. Wat mij betreft blijft dat bij een waarschuwing dan. Dan gaan we zo meteen nog even laten blazen, hè. Gewoon nu hier toch staan. Dat heb ik ook maar vast meegenomen. Ja. Kijk, ik denk dat wij straks teruggeven hebben, zouden wij. Ja. Ik heb de sleutels hier, anders zet jij hem dadelijk even neer achter de T5. Ja, is goed. Oké, okay, ja, dat is inderdaad al... Moet je ook nog weten hoe het werkt, want dit is wel een nieuwe auto, dus ja. Weet je hoe het werkt, hoor, meneer? Ja, nou, dat is mooi. We hebben zelf ook een Audi. Ja, niet zo nieuw, hè? Nee, dat klopt. Maar goed, hey, we gaan nog één ding doen. Even blazen zometeen. Nu we toch staan, even een alcoholcontrole. Heeft u iets gedronken afgelopen uren? Nee. Nee? Oké. Okay. Mag even blazen tot ik stop zeg. En weet u hoe het werkt trouwens? Mm-hmm. Oké. Okay. Blazen, 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 blazen. Hou maar. Ja. Oké. Okay. Even afwachten. Is helemaal in orde. Goed.
kentekenbewijs terug. De sleutels die geven we wel ook aan u. Wij staan hier nog ja, een tijdje. Ja, maar ik kan u die niet in die bus leggen, want mevrouw die is al onderweg. Dus, die is al onderweg. Dus zij komt de auto ophalen. Ja. Dan houden wij de sleutels voorlopig nog wel even bij ons. Hoe lang gaat dat duren? Minimaal 3 minuten, maximaal. Oké, oké. Ze was er al, want ze was onderweg naar werk, dus... Oké, dat is goed. Kentekenbewijs terug. Je gaat dan verder lopen. Ja, kan het kentekenbewijs ook bij de auto? Of? Als de vrouw er zo is... Nou, hou die trouwens maar bij. Hou die maar bij, kentekenbewijs. Okay. Anders hebben we te veel bij ons. Nou, ik zal even verder en dan komt mijn vrouw hem zo ophalen. Goed, dan ja. Ondanks alles wens ik toch nog een fijne dag. Ja, het beste. En op de achterkant staat hoe je in bezwaar kunt gaan. Oké. Ja, ook wel. Hij moet wel even niet de snelweg op gaan lopen, dat lijkt niet zo handig. Nou, hij gaat ik zal slechts even in de busje leggen. Hij gaat als goed is daar naar links. Oké. Heren, die Audi. Simpel, of niet in beslag genomen, ik wil bijna in beslag genomen zeggen, maar die is kenteken of rijbewijs ingevorderd voor te hard rijden, 54 km per uur te hard. Die is een vrouw die komt hem zo meteen ophalen. Als er zo meteen een vrouw komt en die vraagt naar die Audi, moeten we even een beetje bevestigen, maar dat is te doen. Ja. Maar dan weten jullie dat er een mevrouw die komt ophalen. Oké. Okay. Ja, hebben jullie verder nog iets gepakt? Nee. Nog niks, dan gaan we zo. Ja, er kwam wel een vrachtwagen binnen, alleen die mocht ze weg daarna weer vervolgen. Zet hè? Goed, dan gaan we zo afwachten wat het ons nog brengt. Nou, kom uit. Hadden we die binnen ge... Nee, ik zie geen... Misschien is dit die vrouw. Oh, dat kan wel. Oh. Ja. Goeiedag. Goeiedag. Ik kom mijn auto ophalen. Auto ophalen, oké. Okay. Ja. Goed, je komt van het strand zie ik. Ja. Gezellig gehad? Hmm. En van wie is de auto? Van mijn man. Oké, okay, van die man. Wil ik even een rijbewijs van u zien? Die heb ik niet bij me. Die heeft hij niet bij, dat is niet zo handig natuurlijk. We moeten natuurlijk wel weten of u ook in die auto mag rijden. En wie u bent. Dan, mijn naam is Lisanne. Oké. Okay. Groenink. Ja. Maar goed, ja. Heeft u iets anders waar uw naam op staat? Nee. Dat natuurlijk niet controleren zo. Ik heb helemaal niks bij me. Op het kentekenbewijs staat mijn naam. Kentekenbewijs, het is uw auto. Ja? Of niet? Mevrouw? Ja, ja zeker. Okay. Hij staat op de naam van mij en mijn man. Oké, okay. Dan gaan we dat eens controleren. Ik zal het even voor u pakken. Zeg, je lijkt me trouwens niet zo handig om met blote voeten te gaan rijden. Mag oh, wel. Dat maakt niet uit. Oké, okay, goed. We gaan nog één ding even doen. Kom even naar het busje. Daar liggen sowieso de sleutels. Oh, ik heb de sleutels al gepakt. Ah. Dan gaan we nog even een ademtest afnemen. Voordat u mag rijden. En dan gaan we even snel het kenteken controleren. Mijn collega gaat dat even doen. Als u wilt. En als dat allemaal in orde is. Als uw naam er inderdaad op staat. En als wij ook in het systeem zien dat u dat bent. Aan de hand van een foto. Dan mag u... Het slaat echt helemaal nergens op. Waarom niet? Bullshit. Nou, wij willen wel controleren of u en de eigenaar bent van het voertuig. Want het kan zomaar iemand anders zijn die dadelijk met dat voertuig wegrijdt. Terwijl dat helemaal niet de eigenaar was. We willen weten of u een rijbewijs heeft. En ja, we willen weten of u niet heeft gedronken. Dat heb ik ook niet. Heeft u geen rijbewijs? Nee, ik heb niet gedronken. Nee, oké. Okay, maar dat gaan we gewoon controleren. Dat is zo gebeurd. Nou. Maar in de tijd dat we deze discussie nu zijn voor, hadden we al kunnen blazen. Had gekund. Had gekund, nou. Dus gaat u meewerken? Ja. Oké, okay, goed. Mag je weten hoe het werkt? Gewoon blazen tot ik stop zeg? Ja. Oké. Okay. Blazen, 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 blazen. Ja, helemaal goed. Wat betekent dat? Die P? P, dat is helemaal goed hoor. Oké, okay, nou, hey, mag ik sleutels? Moment. Ja, collega. Gegevens kloppen in ieder geval. Gegevens kloppen? Ja. Goed, kijk eens aan mevrouw. Alsjeblieft. Gegevens kloppen. Dan mag u de weg vervolgen. U kunt hier zo meteen uitrijden. Hou er rekening mee dat er hier misschien wat verkeer rijdt. Ja, is goed. Ja? Doei. Alsjeblieft. Hoi, hoi. Fijne dag nog. Nou, daar komt er ook weer eentje binnen. Zullen wij anders hier blijven? Ik denk dat er één Audi nog op de weg is, twee motoren. Dan wachten wij gewoon op een volgende auto die binnenkomt. Ja, is prima joh. Top.
is wel file vorming hier een beetje. Hè. Oh, er komt er al weer eentje. Ah, ja. Vraag je even uit wat hij gedaan heeft? Bij de motor. Ja. Goedendag meneer. Hoi. Mag je het raampje naar beneden doen en de motor even uitzetten? Ja, zo. Hallo. Ja, dankjewel. Stap anders even uit, dat is misschien wel makkelijk praten. Ja, ik moet ook door naar werk. Ik heb er zo geen zin in, hè. Goed. Hey, is even een verkeerscontrole, algemene. We controleren zo meteen wat gegevens voelen of als een rij en kent. Ik heb bewijs van u zien. Oké. Een motorrijder heeft u aan de kant gezet, zojuist heeft u meegekregen. Ik ga even vragen of ik krijg zo meteen door waarvoor u aan de kant bent gezet. En dan gaan we verder even kijken. Maar ik controleer alvast rij- en kentekenbewijs. Ja, moet ik even aan de andere kant pakken. Ja, is goed. Kan je dat zo meteen even controleren? Ja, zal ik zo even controleren. Ja. Hier. Dank u wel. Rijbewijs. Kijk eens. Dank ja. u. Zij, we gaan ook meteen even blazen door een alcoholcontrole. We weten hoe het werkt. Ja, gewoon blazen. Ja. Ik blaas ook op zeg. Blazen, 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 blazen. Ho maar. Even kijken. Ja, dat is in orde. Oké. Okay. Dan ga je even het verhaal van mijn collega aanhoren. Momentje. Welke die deur? Ja. Ja, persoon reed wat haastig, wat te hard. Mogelijk altijd wat gedronken. Ah, nee. Ademanalyse was in orde. Oké. Okay. Is dat niet? Ik ga even kijken of hij misschien iets... Nou, hij moest aan zijn werk, dus ik vermoed niet dat hij iets genuttigd heeft. Ze zag hij er ook niet uit, ze praat hij ook niet. Hij geeft alleen aan dat hij haastig is. Ja, hey, ja meting... met wat de collega zei. Is er een meting? Hey, ik weet even niet meer hoe snel, waarschijnlijk nog even aangevraagd bij de collega. Ja, is goed, dan weten we het boetebedrag waarschijnlijk. Zo, daar ben ik weer. Ja, ik heb het even aangehoord. Ik ben aan de kant, of ik ben meegenomen in verband met de snelheid. Je gaf van mij al aan dat u snel naar het werk moet. Ja. Dus er is in ieder geval een meting gedaan, die kwam te hoog uit. Collega vraagt nu even naar hoeveel dat was. En als die snelheid zodanig is, dan krijgt u daar natuurlijk wel een bekeuring voor. Nee, nog meer geld ook. Ik wil gewoon gaan. Dus mijn rijbewijs wil ook gewoon gaan, oké? U zal even moeten wachten. We gaan even uitvragen hoeveel snel kilometer per uur te hard het was. Mijn collega heeft zojuist gecontroleerd of rij- en kentekenbewijs in orde was, is dat zo? Ja, verder was alles in orde, code 1000. Oké, nou dat is dan al goed. Daar is mijn collega alweer. Ja, 21 te hard. 21 te hard. Met correctie? Met correctie. Okay, goed. Meneer, dat is 21 km per uur te hard. Daar gaat u dus een keuring voor krijgen. Dat zetten we in het systeem. Krijgt u allemaal geen papier meer van, dat wordt gewoon allemaal thuis gestuurd. We gaan even kijken of we een boetebedrag gaan krijgen. Of dat het via de officier van justitie wordt bepaald. Wordt het via de officier van justitie bepaald, zou ik ongeveer rekening houden met een tientje per kilometer. Jemig. Die kijkt ook van, is dit al vaker gebeurd? Helemaal mal, joh. Dus we gaan in het systeem zetten, u bent niet te antwoorden verplicht. Wilt u een verklaring afleggen waarom u te hard reed? Nee, ik wil gewoon naar mijn werk. Je wilt gewoon naar mijn werk. Je had dus haast. Goed, wij gaan het even in het systeem zetten en dan mag je zo meteen de weg weer vervolgen. Ja, dankjewel. Doei. Mag ik even hier blijven wachten? Krijg je nog wat spullen? Nee, daar heb ik geen zin in en geen tijd voor. Nou, we hebben uw rijbewijs nog. Dus... Natuurlijk heb je ook weer... Mag ik die terug, alsjeblieft? Dankjewel. Wanneer gewoon even rustig blijven? Nee, want ik moet naar werk. Ik moet geld verdienen, want geld groeit niet in mijn rug. Nu hebben we nog een boete. Ik moet ook nog voor werken. Nee, iedereen moet geld verdienen. Ja. Maar alsnog, ik moet snel naar werk, anders krijg ik geen geld. Mag mijn rijbewijs, dankjewel. Ja, als dat was je er even als een keertje te laat komt. Ja, echt wel. Hey, luister, dan staat het goed is gewoon in het systeem. Als mijn collega jou de spullen teruggeeft, dan kunnen u uw weg vervolgen. Ja, wie hij? Examen, hè? Ja, dankjewel. Ondanks alles, dan een fijne dag en probeer niet te hard te rijden. Ik ga nog een stukje achter me aan. Ja. Maar volgens mij was hij een beetje opgefokt. Ja, die had haast. Maar goed, dan ga ik alleen maar langzamer worden. Hè.
Ja. 21-23 voor de verkeer. Zeg maar. Ja, we hebben een auto, zitten drie dronken mannen in, als het zo, zo ziet het eruit. Ja, jullie komen nu komen binnen. Nu binnen. Nou, dat gaat nog wat worden. Ik pak vast de blaastest. Pas op hoor. Rijden we achteruit. Ah, middelvingertjes. Goeiedag. Hoi. Hoi. Je mag de middelvinger even laten, dat is nergens voor nodig lijkt me zo. Ja, maar ze even normaal doen. We zijn er serieus mee, ze even normaal doen. Nou, je moet zelf even normaal doen. Pieter, doe jou staan weer, zei je mond. Zeg, luister eens meneer. We zijn hier bezig met een verkeerscontrole. U bent eruit gepikt. Mogelijk voor rijder onder invloed. Dus we gaan sowieso even een blaastest afnemen. En we gaan even controle doen van het rijbewijs en het kentekenbewijs. Heeft u die voor mij? Ja. Hé jongens, jullie middelvinger is even weg joh. Zit hier onder het klepje ergens. Wacht even. Stop met je middelvinger. Ah, nee. Ja, hier, alsjeblieft. Ja, dankjewel. Goed, ik ruik een sterke alcohollucht. Heeft u iets gedronken deze avond? Ik niet. U niet. Bij mijn compagnons moet je het even zelf vragen, maar ik niet. Hier zo, kijk eens, kent ik bewijs. We gaan wel even blazen. Je mag wel even blazen, ja dankjewel. En weet u hoe het werkt? Wat werkt? Blaasapparaat. Nee, ik dacht dat een beetje sisa, maar... Nee, je moet blazen, niet, niet eraan zuigen, maar dit blazen. Gewoon op het touwtje inderdaad. Ja, te lippen. Maar diep inademen en krachtig uitademen totdat ik stop zeg. Ja, oké. Ja? Oké. Okay. Ja. Blazen, 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 blazen. Hou maar. Waar ben je? Oké. Die is even bezig. Ja. Zeg, dat is te veel. Dat is een A. Ik denk dat we bij deze ben aangehouden. Hoe kan dat? Ik heb helemaal niet gedronken. Nou, volgens het apparaat wel. Je mag even uitstappen. Loser. Laten we het even gezellig houden heer, want jullie komen zo niet thuis natuurlijk. Hij zegt er geen voertuig. Is er iemand die niet heeft gedronken meneer? Ik. Ik heb niet gedronken. We zijn allemaal genoeg. Nou meneer. Als u niet heeft gedronken mag u zo meteen blazen en mag u verder rijden met het voertuig als het goed is. Voor nu. Bestuurder mag even met mij meekomen. U bent dus aangehouden, verrijden onder invloed. U bent niet te onverplicht en u verrijkt om een advocaat. Nee. Oké. Wil je dat ik alvast een blaastuitje pak? Ga hem niet aanhouden. Jij de andere twee maar vast. Zeg, houden jullie anders even afstand? Nee, ga hem niet aanhouden. Even afstand houden, kom op. Hey. Vriend. Weet je zeker? Echt hoor. Je gaat nu daarachter staan en je wacht gewoon rustig af. Nee, kom eens erbij. Jij ook, afstand houden. Hey, niet aanraken. Ja, anders ga je naar de grond zijn aanraken. Aanraken hoor. Hey, al bij normaal gaan doen nu. Aanraken. Oké. Bestuurder, kom maar even mee. Hey, ja. Dat is mijn vriend, niet aanraken. Hey, hou nou eens afstand. Hey, niet aanraken. Kom op, afstand houden. Homo. Dadelijk krijg je belediging ambtenaar in functie, ja? Mogol. Oké, hou maar hoor, ik pak jou. Hou maar aan. Belediging aan bedrijf. Kom maar, u mag even in de busje gaan zitten. We gaan hier zo meteen een tweede ademanalyse doen. Dat is een wat grotere. Ja. En daar mag in principe nog een tijd tussen zitten voordat u wilt afnemen. Zegt u van dat wil ik die tijd of zegt u dat hoeft niet, ik wil het meteen doen? Nou ja, doe straks maar. Zo. Die bepaalt u geheel. Oké, dan krijg je nu nog even een tijdje. U mag hier gaan zitten. Even afwachten. Wegwezen. We gaan eens even met je vrienden bezig zijn. En dan komen we zo bij voor de tweede ademanalyse. Ja? Ja, is goed toch. Blijf van mij af. Hey, kom maar even mee met je roze blouse. Jij bent bij deze aangehouden. Blijf van mij af. Hey, luister, jij bent bij deze aangehouden voor belediging, ambtenaar en functie en bedreiging. Probeer dus je gaat ook mee. Blijf van mij af. Joh. Welke van de twee probeert te slaan? Deze met die roze. Oké, ja, die is sowieso wel aangehouden voor belediging. Hey. Dus dat is mooi. Ik zou hem niet aanraken hoor. En jij mag ook even afstand houden. Ik zweer hoor. Ik ben een tijger. Oké, we gaan nu beide naar de grond. Kom. 1, 2. Ja, ga maar liggen. Mogol. En jij gaat in de boeien. Hé joh, laat me los joh. Mogol. Ik ga toch ook niet aan jou zitten. Hé luister, als je bent aangehouden voor belediging en verstoren openbare orde.
Maar niet als een extra bedreigde advocaat. Ja? Dat was Nick niet, dat was Jan, dat was de beren. Ja, beide. Jullie werken beide niet echt goed mee. Dat zou ik niet doen, jongen. Ik ga je hier op de grond zetten tegen een busje, er komt zo meteen een ander busje die gaat jullie meenemen, ja? Nou, lekker. Kan iemand zo meteen, hier is het busje al, bij die tweede, of bij de bestuurder even die tweede ademanalyse afnemen? Ja, dat doe ik. We doen nog even fouilleren. Doe eens niet, joh. De heren, hebben jullie nog dingen bij die jullie erbij mogen hebben? Hey, niet spugen, want je gaat echt weer naar de grond. En als je je armen niet kunt gebruiken om op te vangen, gaat het redelijk pijn doen. Dus zeg maar. Ga je meewerken of niet? Zwijg. Oké. Ik ga je fouilleren. Ik heb helemaal niks, joh. Stelletje gooit man op de grond. Ja. Ah, joh, mijn goh. Ja, ik moet je even gedragen. Nu, heeft iemand spuugmasker? Hier in het busje liggen goede spuugmaskers. Ja, ik heb een bandje. Anders zet deze persoon daar maar pas voor mij in de bus, dan doe ik die pas naar bureau brengen. Ja. Kijk, doe maar bij die fan met het roze ding. Ik geloof maar zijn van die ander. Gewoon plat op de buik achterin hoor. Een stelletje voor je, man. Voor waar wij al eens met de andere busje eentje? Nou, de bestuurder die heeft de tweede blaastest gedaan en toen kwam die nog steeds over het limiet heen. Oké, okay, hoeveel UGL? Ik zal zelf wel even snel kijken. Wat geeft hij aan? 4,90. Is niet mis. Meneer, 490 UGL, u had er al meegekregen? Wat ja? 490 uur geweld, dat is te hoog. U gaat eens even mee naar het politiebureau, dat was al, u bent dus aangehouden. En uw vrienden zijn ook aangehouden. Ja? Ik heb wel een sigaretje opgeroken, ik heb hem net aangestoken. Nou goed, die mag even uitmaken. We gaan nu gewoon met ons mee. De auto, die blijft hier staan. Ja, maar dat is de auto mee. Van mijn vrouw. Dan mag uw vrouw die komen ophalen, maar op het politiebureau gaan we die nu bellen. En de sigaret gaat nu uit. Ja, ik kalm maar. Ga je gewoon meelopen of moet jij ook in de koeien? Ja, ik heb toch uitgemaakt, maar doe het rustig. Nee, maar ik vraag het gewoon. Ik loop al mee. Oké, je loopt wel mee. Dan mag je meelopen met mijn collega? Moet u bij me gaan zitten? U mag gaan zitten. Snitch. Mag ik nog? Zeg, als jullie zelf alvast brengen, dan... Doen wij het straks afhandelen, dan gaan wij hier nog even verder. Ik kan nou het leeg dat busje meenemen. Ja, dan gaat er eentje met dat busje mee. Of twee. Bij die Audi die daar staat. Kan er nog eentje mee. Top. Dan denk ik dat we hier in deze locatie gaan opruimen en doorgaan. Ja. Voor de Audi. We gaan hier ontruimen naar mijn Audi toe. Door. Ja, ik heb hier bij mij ook nog iemand staan. Oh, nou ja, niet meer. We gaan iedereen meenemen.